Ja, absoluut. Nou, maar er zijn wel goede zangers in Nederland. Jazeker. Absoluut. Zijn er genoeg? Zijn er genoeg. Ja. Maar goed, Kees. Maar zijn er een hoop slechte? Die zijn er ook. Ja, als ik ga zeggen, dan ga je de deur dicht doen. Ja, precies. En dan weer open doen. Ja, maar je snapt wat ik bedoel, toch? Ik snap helemaal wat je bedoelt. Ik noem geen namen, maar er zijn er genoeg. Er zijn er genoeg die niet kunnen zingen. Ja, die denken dat ze het kunnen. Juist. En dan maken ze plaats. En dan denken ze, god, ik kom er wel. Ja. Ja, maar zo werkt het. Die kun je beter onder je glas zetten. Onderzetten. Ja, als onderzetter. Ja. Jij begrijpt het. Ja. Kees, maar luister. Dan ga je dat doen, een plaat gemaakt. Maar een goed liedje maken. Mm-hmm. Hoe ga je daar naar op zoek? Want ja, je kunt van alles maken natuurlijk. Ja. Hè? Nou, bijvoorbeeld Dans met mij. Ja. Dat is een... De tekst is ontstaan door... Ik heb vroeger... En wie heeft er niet op dansers gezeten? Vroeger waren natuurlijk gingen heel veel mensen op de fiets... na dansles, je eerste meisje ontmoeten, of je eerste jongen ontmoeten, of weet ik veel hoe het werkt. En dan de kriebels, en ik kwam iemand tegen waar ik mee afgedanst had, en die kennen mij natuurlijk van vroeger, maar die kennen me natuurlijk ook wat ik allemaal gedaan had, in die muziek. En toen zei ze van, je moet een liedje maken over dansles, over die leuke tijd die we gaan hebben. En zo is eigenlijk Dans met mij ontstaan. Ja. Moest jij ook op dansles? Ik moest niks. Ik had wel een eigen keuze. Het is niet zo dat je zegt, jij moet op dansles. Nee, ik vond het gezellig. Ik moest het ook niet, maar ik werd wel aangespoord tot. Ik vond het gezellig. Ja, en ja, goed, ik heb dan gevolgd bij dansschool Michielsen, mag ik zeggen, want het bestaat niet meer in Tilburg. Nou, mensen, ik had er een hekel aan. Ja, daar moet je niet gaan. Ik vond het gezellig. Maar wij gingen met een clubje jongens op de fiets. En dan ging je gelijk stappen, ging je naar de discotheek toe, weet je. En dan die tango leren, en die wals. Ik vond het leuk. En dat is eigenlijk het liedje Dans met mij. Het enige wat me nog een beetje overgebleven is een quickstepje. Ja. En Dans met mij is gewoon een quickstep, zo simpel is het. En als je dan denkt dat je daar gewoon een scon grietje tegenkomt. Ja, precies. Nou, vergeet het maar, hoor. Ja, dan was je meer met haar bezig dan met de dans. Ja, allemaal zo lelijk als een echt. Nee, ik liep allemaal heel hard. Ik had al, En de ene die wil dit, en de andere die wil dat. Schei uit. Ja. Ik kan terugdenken, word ik nog ziek. Ja, ik had er één die nam twee stappen, die stond aan de overkant. Die nam je rolsleeptouw. Nou goed. Iets anders. Ja. Het werd zomer. Ja. Wat zegt dat liedje jou? Want nou, ik vind dat een... Want jij zei met de zomershow, wou je Elvis Presley doen, kwam uit bij Paul Anka. Ja. Maar Rob de Nijs zegt ook wel iets bij jou, denk ik dan. Ja, ik vind Rob de Nijs gewoon een fantastische zanger. En hij is nu in de 70. 72 geloof ik, 73. Ik ben pas geleden weer bij een optreden van hem geweest. Nou, het is gewoon nog steeds fantastisch hoe hij... Kijk, hij is ouder geworden, maar zijn stem laat er echt niet onder. Die man zingt zo... Ja, zo gevoelig. En dat zomer was natuurlijk een hele grote hit van hem. En ik heb altijd zoiets gezegd van... Nou, mocht ik ooit een keer de kans krijgen om dat nummer opnieuw op te nemen. Dat heb ik gedaan en... Ik denk dat ik er aardig in geslagen ben. Ik krijg er altijd hele mooie reacties op. Daar ben je heel goed zelfs in. Voor Rob en hij zelf. Die vindt het een mooie uitvoering. Ja, nou, daar ben je absoluut super in geslaagd. Maar waarom heb je, als je dan zo'n... Ja, Rob de Nijs zo'n sublieme zanger vindt. Mm. En hij vond het zo mooi. Waarom heb je dan niet gevraagd aan Rob... Van God, Rob, zullen we dat niet als een duet opnemen? Nee, ik denk dat er nog 100.000 dat willen. Nee, zo arrogant ben ik niet. Ik sta hier Rob die staat... Waarom zou dat arrogant zijn? Nou, nee. Ik heb zoiets van... arrogant is misschien het juiste woord. Nee, ik vond het... het is zijn nummer. En ik had niet de guts om dat aan hem te vragen of ik met hem een duet... Ik zou het wel heel erg leuk vinden. En wie weet, ik kom wat dichter in de buurt de laatste tijd. Dus, leuke tip misschien de volgende keer. Wie niet waagt, wie niet wint. Zo is het. En het is een heel mooi lied. Ja. Ja. En als ik het lied van jou beluister en ik trek daar de stem van Rob naast. Ja. Dan passen jullie stemmen ontzettend goed bij elkaar. Dat klopt. Dat heb ik al zo vaak gehoord. Dat klopt, ja. Ja. Ja, dus we hebben een... ik heb het op mijn manier gedaan, weet je. En Rob heeft het gezongen in de jaren 70, weet je. En toen klonk zijn stem natuurlijk ook anders. En we hebben hem eigenlijk een touch gegeven en... Ja, we zijn er heel erg blij mee dat het zo geslaagd is. Het is niet eens een single, hè, maar het was gewoon een promotiestuk op Facebook. En het is bij diverse stations terechtgekomen. En die zijn hem gaan delen. En iedereen draait die plaat. Hartstikke leuk. Het is ook een prachtig werkstuk wat je gemaakt hebt. Ja, en de band is dus weer gemaakt door Kees Tel en de jongens. Ja. En nooit gedacht van, god, ik ga daar toch iets mee doen, iets commercieels? Nee, eigenlijk niet. Nee.
Dat is precies hetzelfde wat ik nu weer op internet gezet heb. Dat is bijvoorbeeld ik wil jou, van, heb je waarschijnlijk ook al gezien, van Paul Edewaard. Mm-hmm. Dat ik wil jou, weet je. Dat, een mooi liedje erop. En daar heb ik ook weer complimenten van Paul Edewaard zelfs van gehad. En die kende ik niet. Ja. En die vertelde dus dat dat liedje gemaakt is door Peter Koelewijn. Dus dat wist ik ook weer niet. Dus zo hoor je weer dingen. Hij zegt een hele prachtige uitvoering zoveel jaar later. Hij zegt, ik heb hem veel slechter gehoord. Dus ik vond het een leuk compliment. Ja. Weet je, maar het is niet zoiets dat ik zeg, van, dan ga ik weer opnieuw opnemen. Zeg nooit nooit, maar dan zou ik het niet... In de originele staat, dan zou ik er een touch aan geven, zodat het even anders klinkt. Ja. En dat is met Het werd zomer, dus eigenlijk ook gewoon een cover. Dat is gewoon, ik doe hem ook bij mijn optredens. En net als die Ik wil jou, doe ik ook bij optredens. En het wordt altijd door de fans omarmd. Hij is zo prachtig mooi gemaakt, Kees. Ja. We gaan gewoon eens even luisteren. Ja, precies. Maar het is zomer, het is 8 graden buiten. Ja. Het is bijna winter, maar goed. Wij doen gewoon net dat we hartstikke gek zijn. Ja. En het is zomer. Ja. Kees van Sluis. Ja, die is erg goed gelukt, ja. Nogmaals, dat was ook geen single. Dat was gewoon...